Hallo? Jullie zult het niet geloven, maar ik heb mijn eigen bedrijf. Een bouwbedrijf. En op het moment bulk ik van het geld, want door mijn enorme business instinct stoi ik nou aan de top. Voilà. En in mijn bouwbedrijf heb ik alleen vrouwen in dienst. Bouwen met vrouwen, want je moet je eigen onderscheiden. En het is pure toeval, die vrouwen, die zijn allemaal maagd. Ja. Ik niet, hè. Ben een weegschaal. Onze Nuuk, die kan ook heel goed al het afval scheiden. Want hij doet het echt heel netjes, hoor, het huishouden. En hij recycelt. Eet iedere dag varkensvlees. Ik zeg, Huub, ik heb veel liever dat jij iedere dag een doos frikandellen vat. Dan komt er tenminste nog iets van hersens in. Hij stoft. Hij zuigt. Hij zumt. En drinkt iedere week koffie met de buurvrouw. Oh, van de zomer hebben die twee het klaargespeeld. Ik kom thuis van mijn werk. Loop zo achterom, kom bij ons thuis achter op het terras. Zitten ze met z'n tweeën. Onze Nuup zo, helemaal in het verband. Zo, dit, z'n kop zo, en dit zo. Hier, aan zijn arm. Ik schrok me kapot. Hij was gestoken door een wesp. Ik zeg, Huub, dan hoefde toch niet helemaal in het verband. Jawel. De buurvrouw die was zo geschrokken van die wesp. Die had hem kapot geslagen, minnes. Kup! Ik ben ook op zakenreis geweest, hè. Voor mijn bedrijf. Helemaal naar Dubai. Daar heb ik sportscholen bekeken. Ik werd daar rondgeleid door een soort van oliesheik. Grandioos, wat je daar niet allemaal ziet. Prachtig. Op een gegeven moment zeg ik tegen die oliesheik. Waarom hebben jullie eigenlijk allemaal zo'n speciale theedoek op hun kop? Hij zei, vrouwke, dat zal ik jou uitleggen. Wij dragen zo'n theedoek op onze kop omdat een vaatwasser veel te zwaar is. Komt lot binnen bij jou, hè? Wat opvalt op die feestjes is dat die vrouwtjes nog vanavond niet ouder worden en die blijven allemaal zo verrekte dun, hè? Die kennen goed alleen dunner kebab eten. Ik zeg tegen zo'n dun vrouw, ik zeg, ben ik hier met een auto? Of hebben ze jou gefaxt? Enigszins geïrriteerd. Zit ze tegen mijn erge obesitas. Ik zeg, obesitas? Nee, deze tas is gewoon een van de V&D. Ik zeg, maar jij bedoelt me niet te zeggen dat jij meent of vindt dat ik te dik ben. Want dan moet ik eens goed naar mij luisteren. Ik ben zo verrekt intelligent, dat past allemaal niet meer in mijn kop. Dan slaat mijn lichaam automatisch ergens anders op. Ja. Maar ze rook lekker. Ja, ze rook lekker. Ze zit is Chanel. Kost 120 euro. Ik zeg, joh. Stort een vrouwke langs. Ik gebruik altijd Christian Dior. Dat kost 140 euro het flesje. Bij mijn
kwamen te plekken van die maaggasboeren omhoog. Ik zeg, papa, deze is broccoli van de Lidl, 58 centen. Maar goed, ik moet gaan, want ik heb nog een interview met de quote. Ik ben namelijk genomineerd als topzakenvrouw van het jaar 2011. Voilà. En ik heb al vaker in de quote gestaan, als in de hondenpoep. Dankjewel.